Vandaag een antwoord op de vraag van Gerda. Gerda heeft een buurman, die ze regelmatig spreekt, die al jaren lijdt aan diabetes type 2. En dus al jaren een verhoogde bloedsuikerspiegel heeft. Die niet goed door zijn lichaam gereguleerd kan worden. En ook al jaren kampt met een verhoogd cholesterolgehalte. Een verhoogd gehalte aan het transporteiwit. De transportproteïne, lipoproteïne LDL. Wat vaak benoemd wordt als slecht cholesterol. Hier kampt de buurman van Gerda al jaren mee en hij slikt ook medicatie om dit allemaal binnen de perken te houden. Deze verhoogde bloedsuikerspiegel, dit verhoogd cholesterolgehalte, verhoogd LDL-gehalte. De buurman van Gerda wil al jarenlang maar wat graag van zijn medicatie af. En om die reden is hij samen met een collega een sterk en koolhydraatbeperkt dieet gaan volgen. Nu, een hele tijd later, nu hij al een tijdje dit dieet volgt, heeft hij gewoon, want hij heeft zijn drie maandelijkse controles van zijn bloedwaarden, heeft hij te horen gekregen dat zowel zijn bloedsuikerspiegelwaarden hartstikke mooi zijn gedaald, als ook zijn bloedlipidenwaarde, dus zijn de triglyceride in zijn bloedbaan en ook het LDL-gehalte onder andere in zijn bloedbaan. Dit vindt Gerda natuurlijk hartstikke fijn voor haar buurman, maar dit begrijpt ze niet goed, want ze heeft regelmatig contact met haar buurman en ze heeft wel regelmatig gehad over wat hij nu eet. En had ze door, dus ze maakte zich eigenlijk ook wel wat zorgen voorafgaand aan deze meting. Ze had door dat zijn sterk en koolhydraten een beperkte dieet naar verhouding flink wat vetrijker was geworden. En dus ging ze zich zorgen maken over, gaat het dan wel goed met zijn cholesterolgehalte? Ja, dit is dus duidelijk heel goed gegaan. Zijn bloedlipidenwaarden, zijn cholesterolgehalte, zijn triglyceridewaarden zijn prachtig mooi gedaald bij de laatste meting, nu hij al een poosje dat koolhydraatbeperkte dieet volgt. Dit vindt Gerda hartstikke fijn, maar ze snapt hier helemaal niks van. Dus de vraag van Gerda is, hoe kan het dat wanneer je vetrijker gaat eten ten opzichte van eerder, toch de vetten in je bloedbaan, je bloedlipiden, kunnen dalen? Dit begrijpt ze niet zo goed en dit wil ze leren begrijpen. Nou, Gerda. Bloedlipiden, dat zijn onder andere cholesterol, welke je lijf doorgetransporteerd wordt met behulp van het lipoproteïne LDL, wat vaak benoemd wordt als het slechte cholesterol, omdat het niet erg fijn is wanneer dit molecuul, deze lipoproteïne, niet goed opgenomen wordt in je weefsels en cellen en daardoor een verhoogd cholesterolgehalte in je bloedbaan blijft heersen. En dat kan gaan oxideren, kan gaan vastkoeken tegen je vaatwanden en dat is niet zo prettig natuurlijk. En daarom wordt het als slecht cholesterol benoemd. Maar als dat partikel gewoon zijn ding doet en wel opgenomen wordt en benut kan worden door de cellen, is het niet slecht. Dan is het juist gunstig en noodzakelijk. Dat terzijde. Bloedlipiden zoals cholesterol, maar ook triglyceriden. Hoe komen die daar? We denken enkel als gevolg van hetgeen wij eten en de vetten aanwezig in hetgeen wij eten. Dit is helemaal niet waar, want jij hebt altijd, wanneer jouw bloed wordt gemeten, ook al zou je geen grammetje vet met je voeding binnenkrijgen, heb jij altijd bloedlipiden. Altijd wat cholesterol, altijd wat triglyceride. En hoe komt dat? Omdat vele vetachtige stoffen, vele lipiden, door jouw lichaam zelf gevormd kunnen worden. Vele vetachtige stoffen, vele lipiden vallen namelijk onder de niet-essentiële voedingsstoffen. Niet-essentiële voedingsstoffen kan jouw lever zelf vormen. En wanneer wordt jouw lever gestimuleerd om lipiden te vormen, vetten te vormen of cholesterol te vormen? Je lever wordt gestimuleerd om deze te vormen onder invloed van het hormoon, het anabole hormoon, het opbouwende hormoon insuline.
Wanneer wordt dit hormoon geproduceerd? Wanneer er een normale tot verhoogde bloedsuikerspiegel heerst in je lijf. Dan wordt insuline afgegeven door je alvleesklier. Dat betekent dat wanneer je een normale tot verhoogde bloedsuikerspiegel hebt, dat daardoor als gevolg daarvan jouw leven voortdurend, behoorlijk vaak, regelmatig gestimuleerd wordt om vetten te vormen, lipiden te vormen, cholesterol te vormen, die vervolgens in jouw bloedbaan belanden en die jouw bloedlipidenwaarden verhogen. Dat wil dus helemaal niet zeggen dat wanneer je, zoals jouw buurman Gerda, een verhoogd bloedlipidengehalte en met name een verhoogd LDL-gehalte hebt, dat hij dan veel vetten of veel slechte vetten in zijn eetpatroon heeft zitten. Nee, dit is het gevolg, kan het gevolg zijn van een verhoogde afgifte van insuline. En dat is nogal het geval wanneer jij met een langdurig verhoogde bloedsuikerspiegel kampt, zoals jouw buurman. Dus dit is iets wat heel vaak samenkomt. Mensen met een verhoogde bloedsuikerspiegel hebben ook vaak een verhoogd cholesterolgehalte. En waarom? Omdat onder invloed van het hormoon insuline, welke behoorlijk vaak afgegeven wordt door je alvleesklier wanneer je bloedsuikerspiegel verhoogd is, onder invloed van dit hormoon wordt jouw leven gestimuleerd om lipiden, triglyceriden, vetten, maar ook cholesterol te vormen. En die belanden dan in je bloedbaan. Dit betekent en verklaart eigenlijk ook waardoor het toch komt dat zijn bloedlipidewaarden sowieso niet zijn gestegen sinds het koolhydraatbeperkte dieet dat hij volgt. Want sinds hij een koolhydraatbeperkt dieet volgt en daardoor veel minder glucose in zijn eetpatroon heeft, veroorzaakt zijn voeding veel minder de verhoging van zijn bloedsuikerspiegel, de verhoging van het glucosegehalte in zijn bloedbaan en hoeft zijn alvleesklier veel minder vaak en veel minder insuline af te geven. Met als gevolg dat zijn lever als gevolg van dit dieet veel minder tot nauwelijks gestimuleerd wordt om lipiden, triglyceriden, vetzuren, cholesterol te vormen voor in de bloedbaan. Dus dat verklaart het effect van het koolhydraatbeperkte dieet op het niet verder verhogen van het bloedlipidegehalte. Maar daarmee is de daling nog niet gegarandeerd. Wat is namelijk nodig om je bloedlipidenwaarden, waaronder het cholesterolgehalte, het LDL-gehalte in je bloedbaan, die daar toch maar zo zijn, als je een verhoogd cholesterolgehalte hebt, om die te laten dalen? Ja, daarvoor moet dit partikel LDL, een lipoproteïne, moet wel goed opgenomen kunnen worden in jouw cellen. En jouw cellen moeten dan goed in staat zijn om de moleculen welke dit partikel vervoert, zoals cholesterol, te kunnen benutten. Waar is deze stof bijvoorbeeld voor nodig? Nou, als onderdeel van jouw celmembranen. Een heel belangrijk onderdeel zelfs. Dus als bouwstof dient dit onder andere. Nou, dat is dus nodig, een goede opname van LDL in jouw cellen, om jouw bloedlipidewaarde, waaronder het cholesterolgehalte, te laten dalen. Ook een goede opname van die triglyceriden die vervoerd worden met behulp van eiwitten in jouw cellen, om dat gehalte aan triglyceriden, ook, wat ook valt onder de bloedlipiden, te laten dalen. En ook is nodig dat wanneer jouw cellen niet zozeer cholesterol nog extra nodig hebben of vetten nog verder nodig hebben, omdat ze daar al in voorzien zijn of niet kunnen benutten, dat dan dat cholesterol en die lipiden ook wel weer uit je bloedbaan gaan en afgevoerd worden richting je lever en vervolgens met behulp van gal richting je darmen en in het toiletpot belanden. Dus het is belangrijk dat onbenut cholesterol, maar ook vetoplosbare afvalstoffen welke voortdurend gevormd worden in je lijf, dat alle handen vetachtige stoffen die niet nodig zijn in je lijf, die benut kunnen worden in je lijf via je darmen, via de toiletpot, je lijf verlaten. Voor dit alles, een goede opname
afname van het partikel LDL in jouw cellen en ook de afvoer van vetoplosbare afvalstoffen en het afvoeren van overtollig cholesterol LDL richting je lever en met je gal de darmen in het toiletpot in. Daarvoor is een goede voedingstoestand nodig. Daarvoor is de aanwezigheid van alle essentiële voedingsstoffen in jouw lijf nodig. Enkel wanneer alle essentiële voedingsstoffen aanwezig zijn in jouw lijf, dan is jouw lichaam in staat om stofwisselingsprocessen goed te reguleren. Dan is jouw lichaam ook in staat, zijn jouw cellen ook in staat om hun celmembranen na schade te kunnen herstellen van binnenuit. En dat is nodig. Het herstel en het behoud van een goede conditie van jouw celmembranen om het LDL-partikel, wat opgenomen moet worden met behulp van een proces genaamd endocytose, daar zijn celmembranen voor nodig die in een goede conditie verkeren. En daarvoor moet jouw lichaam wel in een goede voedingstoestand verkeren en moeten jouw cellen goed voorzien zijn in stoffen waarmee zij moleculen kunnen vormen voor in jouw celmembranen. Dat is allemaal nodig om een verlaging van je cholesterol mogelijk te maken. En de afvoer van overtollig cholesterol, de opname van cholesterol in je cellen en dergelijke. Essentiële voedingsstoffen moeten daarvoor aanwezig zijn in jouw dieet. Dat zijn alle vitamines, alle mineralen, 9 specifieke varianten van aminozuren en 2 specifieke varianten van vetzuren. Kijken wij naar het koolhydraatbeperkte dieet van jouw buurman Gerda, wat heeft hij heel slim en heel verstandig gedaan? Hij heeft, omdat hij toch ook een verhoogd cholesterolgehalte heeft en bewust was van vetten die daar nadelig van invloed op zijn en vetten die daar gunstig op van invloed zijn, heeft hij de vetten waarin zijn dieet momenteel rijkelijk voorziet ten opzichte van eerder, zijn koolhydraatbeperkte en naar verhouding vetrijke dieet. De vetten heeft hij met name geput. Niet uit wat heel veel mensen doen wanneer ze de koolhydraten gaan beperken. Vet, vlees, room, spek. Volvette zuivel. Volvette kaas. Roomboter. Daar is hij bewust zijn naar verhouding vetrijkere dieet echt niet mee gaan vullen. Nee, hij is zijn vetrijke dieet naar verhouding vetrijke koolhydraatbeperkte dieet gaan vullen met bronnen van essentiële vetzuren. Vette vis, noten, zaden, pitten. Nou, daar heeft hij dus heel slim aan gedaan, want daarmee heeft hij de essentiële vetzuren die je lichaam juist nodig heeft, juist voor het behoud van een goede conditie van je celmembranen, wat dus nodig is om het LDL wat al aanwezig is en verhoogd aanwezig is in je bloedbaan op te kunnen nemen in je cellen, heeft hij ruim voorradig in zijn eetpatroon en hij heeft die bronnen van vet, vette vis, noten, zaden, pitten, heeft hij rijkelijk aangevuld met groenten en heeft hij ook aangevuld met magere varianten van eiwitten. Hij heeft mager vlees gekozen. Hij heeft magere zuivel heeft hij gekozen. Daarmee heeft hij niet zozeer cholesterol binnengekregen, niet zozeer verzadigd vet meer binnengekregen, maar wel wat meer essentiële vetzuren binnengekregen, maar ook vezels die nodig zijn voor de afvoer van cholesterol richting de toiletpot en je lijf uit. Door de rijke consumptie van groente en af en toe wat fruit. En heeft hij ook essentiële aminozuren binnengekregen. Nou, en daarmee heeft hij zijn koolhydraatbeperkte dieet rijkelijk voorzien in essentiële voedingsstoffen. Heeft hij een goede voedingstoestand in zijn lijf gecreëerd en heeft hij een veel mindere afgifte van insuline veroorzaakt, wat verklaart dat de verhoging van zijn bloedlipidewaarden veel minder was ten opzichte van eerder door minder afgifte van insuline en de opname van die bloedlipiden in zijn cellen, de benutting ervan en de afvoer ervan, een goede afvoer ervan, ook veel beter en mogelijk heeft gemaakt door de goede voedingstoestand die hij met zijn dieet heeft gecreëerd. Nu snel het alarm uitdoen.